Hey guys, en wees welkom bij een nieuwe video waar wij, en voornamelijk ik, het gaan hebben over iets heel spannends. Namelijk... Inderdaad! Ja! Ik heb me ingeschreven bij de universiteit! En om heel specifiek te zijn, heb ik me ingeschreven voor de studie Culturele Antropologie en Sociologische Wetenschappen. Laat me dat niet nog een keer herhalen. Hey, heb jij al ingeschreven voor de universiteit? Ja. Voor welke studie? Voordat jij in tranen uit gaat barsten omdat jij denkt dat deze dinsdag niet meer gevuld zal worden met deze bol van vreugde en financiële onstabiliteit, wees niet ongerust. Want ik ga niet weg bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik ga namelijk proberen om 2 studies tegelijkertijd te doen. Ja, ik hoor nergens dicht. Je vraagt je vast al waarom ik vrijwillig zo huppel naar de Gates of Hell en practically Satan smeek om me binnen te laten. Dat komt omdat ik niet weg wil bij de Hogeschool van Amsterdam. Maar wel een taste wil hebben van de universiteit. Niet omdat het beter is, maar omdat het anders is. Maar wat is er dan zo anders? Daar ga jij en ik nu achter komen. We gaan de universiteit en het HBO vergelijken op 3 pijlers. Namelijk de lesstof, de toekomstige carrières en de mate van begeleiding. Op het HBO krijg je vooral praktijkgerichte theorie. Dit houdt in dat jij veel bezig bent met leren over dingen die actueel gaande zijn. Ook ben je veel bezig met verplichte stage op het HBO. En dat is bij de meeste universitaire studies niet het geval. Op de universiteit leer je vooral uit de boeken. Je bent op de universiteit namelijk vooral bezig om theorieën te creëren over verschillende onderwerpen. Nu gaan we over naar carrières. Op het HBO word je vooral opgeleid tot een bepaald beroep. Hier kun je denken aan econoom, je kunt denken aan maatschappelijk werker. Op de universiteit ligt de focus vooral bij onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Je leert daar namelijk vooral kritisch en analytisch denken. Weinig studenten willen na hun studie onderzoeker worden. Daarom kan je bij de universiteit ook in het beroepspraktijk terechtkomen. En dan gaan we naar pijler nummer 3, en dat is de mate van begeleiding. Op het HBO krijg je gemiddeld 25 uur les per week. En krijg je meer begeleiding en structuur tijdens het maken van je opdrachten en projecten. Op de universiteit heb je gemiddeld 12 uur per week aan hoorcolleges en werkcolleges. De rest van 28 uur die doe je aan zelfstudie. Daar moet je aan denken dat je Engelstalige boeken kan lezen en papers moet maken. Het zelf kunnen organiseren en plannen van je studie is heel belangrijk op de universiteit. Zoals jullie kunnen zien is het een niet beter dan de ander. Het is anders. Wat voor jou het beste werkt, moet je zelf kunnen beslissen. En zoals altijd, blijf doen wat jij leuk vindt, want dat is het belangrijkste. Wil jij zien hoe ik studies op het HBO vergelijk met elkaar? Klik dan hier. Wil jij meer video's zien van de Hogeschool van Amsterdam? Dat kan ook altijd. Klik dan hier. En zoals altijd kan je abonneren op mijn grote hoofd. Dat is standaard. Gebeurt vaker. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En vergeet niet, volgende week dinsdag zie jij een nieuwe video van mij, Julian, op dit kanaal. Dank jullie wel en joe!